Oké, dit is wel echt heel erg satisfying. Wat is dit? Goedemorgen, dames en heren. We staan op het dakterras en het is een mooie dag, want Tino heeft geen shirt aan. En dat betekent dat we gaan schoonmaken. Ja, we hebben deze hoge drukspuit. En jij gaat even spuiten, even alles schoonmaken, want dit stond al zeker, ik denk, een jaar of twee leeg. En ja, dat zorgt ervoor dat het gewoon, ja, het is gewoon heel erg ranzig. Heel veel dingen, dat moet gewoon schoon. Het ziet er gewoon niet uit. Nee, dus spuit hem even. Ja? Doe het. 3, 2, 1, hey! What the? Oké, dit is wel echt heel erg satisfying. Ik wil alleen mijn camera niet nat krijgen. Ja, het werkt wel. Kijk dan dat vuil dat eraf komt, gozer. Dat is echt gewoon heel erg vies. En we hebben hier schilder Giel. Ja, nee, ik was schilder vandaag, dus we moeten het even schoonmaken. Ja, we moeten even een update in jouw kamer maken. Oh ja, kom. Gaan we dat meteen laten zien? Ondertussen laat ze Stino lekker werken. Nou mensen, ik heb natuurlijk gisteren mijn mooie kast laten zien, maar nu kijk, ze... Ja, en wat jij ook zei, is dat het ding wit moest. En die is nu wit. Ja, Giel's kamer. Betekent dit gewoon dat jouw kamer nu gewoon eigenlijk af is? Is dat wat ja, je... ik wil hem eigenlijk één keer nog heel goed poetsen en even netjes maken en dan final room toe. Dus dan in principe is hij qua hoe het eruit gaat zien, dus nog niet schoon, maar gewoon hoe het eruit ziet, is ja, dit dan af. Ja, is hij klaar. Hij is klaar. Ja, dus hij een kast. Hier komen, ja, hij is gewoon klaar. Hier komen nog spulletjes in. Laat even in de reacties weten, want Giel weet niet wat hij er per se in moet doen. Giel wil namelijk ook weer video's gaan maken en dat doet hij dan vanaf daar. En dit is dan zijn achtergrond, zeg maar. Maar hij kan natuurlijk allemaal leuke dingen in deze kastje stoppen. Ja, dus ik laat even geen weten. Idee wat. Nee, precies. Dus laat even in de reacties weten. Dan helpen jullie daar ook weer mee. In ieder geval, Giel's kamer is al af. En we zitten hier pas sinds vrijdag. Dus het gaat super snel. Enorm snel. En mijn kamer is nu ook echt heel snel aan het gaan. En dat ga ik jullie ook laten zien. Dus let's go. Ja, de slaapkamer gaat ook al hard. Het bed staat al gewoon. Ik heb hier een televisie erbij. En dit mega grote bureau. Waar zelfs twee mensen kunnen zitten. Twee mensen, hoe tof is dat? Ik vind het echt heel chill. Kijk, ik moet hier nog al mijn schermen en alles hangen. Mijn computer, die moet nog daaronder gaan hangen. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar de basis staat er. Het bed, de tv... En de bureautafel. Het is insane, bro. Yeah, let's go. Nee, maar dit is dus tot nu toe mijn kamer. Ik vind het echt super vet. Nog wat schilderijen is natuurlijk allemaal nodig. Laat het natuurlijk in de reacties weten. Als jullie nog dingetjes weten dat ik kan doen aan mijn slaapkamer. Woehoe. Ik ben er echt super blij mee. Ja. Kijk eens aan. Stotino is al een stukje verder. Je ziet het hier ook echt gewoon een lijn van de hoge drukspuit. Lekker bezig, man. Eindelijk weer vet, jongen. Ja, en wat heb je... Ja. Wat is dit? Ik wil nog een beetje lol hebben. En piebel. Ja, deze moeten we gewoon houden. Laat even weten de reacties. Moeten we deze houden? Wat de hel. Ook gewoon met een adertje erbij. Kan echt niet. Nou. Ja, leuk baan. Dan kunnen ze vanaf de lucht kunnen ze het zien. Ja, dat is waar. Want Schiphol is dichtbij. Dus ik kan altijd gaan een piebel zien. Wat ga je nou maken? Wat is dit nou weer? Oh, dit is een... Een bliksemschriftje. Ja, ik heb de ketting nu niet om, maar... Nice! Ja, jammer. Ja, sorry. Ja, dan moet hier nog echt heel veel gespoten worden. Je gaat alles onder spuiten. Ik ga lekker alles helemaal lekker schoon spuiten. Moet je zien, lekker! Ah, het is wel echt heel erg satisfying. Oh mijn god. Doe dat. Oh. Oh. Oh, het is echt heel satisfying. Ja, toch? Ja, iedereen is lekker bezig, dames en heren. En ik ben lekker aan het filmen. Ja, het is ook echt gewoon top weer buiten. Het lijkt net alsof de zomer al is begonnen. Sinds dat we hier wonen hebben we alleen maar mooi weer gehad. Het lijkt echt alsof dit huis een soort van heilig mooi weer over zich heen heeft of zo. En kijk eens wat we ook hebben. Dat hebben jullie ook nog niet gezien. We hebben een nieuwe tafel en die staan nu buiten. Kunnen we lekker buiten eten en dat soort dingen. Dus dat is ook helemaal top. Maar zoals je ziet in deze kamer moet er echt nog mega veel gebeuren. Echt, er staan hier... Echt, ik denk wel 30 dozen. Gelukkig, zoals ik net al zei, hebben we het mooie weer mee. Dus dat is helemaal top. We hadden vanochtend hier ook even lekker in de zon gelegen. Het is echt, deze tuin is zo top. En de race simulator die staat hier ook al mooi in het hoekie. Maar ja, dit moet eerst allemaal gebeuren. En dan kunnen we lekker spelen. Oh, wat lekker, Jassie. Ja. Oh, ik en Jassie hebben sushi besteld. Wat heb je besteld, Santino? Ik heb butter curry chicken. Oh, wat lekker. Oh. Ja, ik en Jesse hebben het eten lekker eerder. Gaan we lekker smikken? Oh. Wat? Of we wachten totdat ze ook klaar zijn. Dan kunnen we het kijken tijdens voetbal van een kwartier. Ja, maar ik heb honger. Zo lekker. Zo lekker, ik kan niet wachten. Oh, wat lekker. Oh, mijn piemel zien. Ja.
Oh jongens, ik word gewoon helemaal... Ah! Wat ga je doen, Jens? Weet ik niet. Hoe moet ik het doen? Je moet, zo, je moet naar beneden en dan tik. Oh! 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 Ja, Giel heeft het net ook geprobeerd, maar dat ging niet zo goed. Hier, zo ging het. Oké, 3, 2. Lekker Giel. Oké, dames en heren, we hebben lekker gegeten. Het was helemaal top. En nu hebben we echt een leuk idee. We gaan naar in onze eigen sauna. Even lekker uittesten. Even deurtje dichten. Hoppakee. Kijk eens. Ja, hier moet dan zo'n water opgegooid worden. Hè? Nou, ja, dat is het. Is het al warm? Oh, het is hier echt al warm. Moet je het voelen. Het wordt fucking snel. Oh, wat dacht ik? Meer. Ja, gewoon heel de emmer erover. Nee. Is toch ons... grote stoomcabine, maat. Ja, die hebben we hiernaast, hè. Oh, dit is een sauna. En daar zit de stoomcabine. Hiernaast. Kieltje, je moet het gewoon laten. Nee, niet zoveel. Ah, mongoolje. Dan gaan we lekker ontspannen. Oh, in de sauna. Het water loopt er ook onderuit. Ja, ik heb toch heerlijk. Dit is toch top. Oh mijn god. Ik voel me net een bejaarde vrouw die 2 tickets heeft gekregen van de postcode loterij voor een dagje spa. Oeh, het wordt hier al lekker warm. Zo. Oh. Ja, ze zijn lekker aan het groeien, dames en heren. We zitten gewoon in de sauna. In onze fucking eigen huis. Het is echt fijn. Je zit ook gewoon te beseffen hier hoe ziek het eigenlijk is. Ja, het is echt ziek. We zijn de laatste dagen gewoon zo fucking druk geweest eigenlijk met alles. Dat je eigenlijk niet echt tijd hebt gehad om even zo'n besefmomentje te hebben. Ja, het is zo lijp. En daar zijn we ook echt dankbaar voor. En we gaan ook nog zoveel toffe dingen doen. Dus abonneer daar zeker voor. Maar ja, je komt hier wel even helemaal lekker tot in de ontspanning. Oh, wat lekker. Ik ga gewoon in slaap wel hier. Oh. Het was wel lekker geweest, hè, Giel. Het was top. De volgende keer dan gaan we lekker in deze leuke stoomcabine. Die hebben we dus ook nog. Maar dit huis heeft dus echt 2 jaar leeg gestaan, dus we durven er nu nog niet in, want... Nee, allemaal vieze, giftige stoffen. Ja, precies. We willen niet dood. En wat ook nog een probleempje is, we hebben hier nog alleen maar koud water. En ik heb dus ook op mijn badkamer, mijn eigen badkamer, heb ik dus nu ook alleen koud water. Dus ik kan hier ook niet douchen en het zwembad is nog steeds leeg, maar als dat vol is, man, dan wordt het zo fucking vet. Oh! Het is alweer laat. De mannen hier zijn lekker aan het voetbal kijken. De Champions League. Ik ben hard aan het werken. Jij bent hard aan het werk, hard voetbal aan het kijken, toch? Jij bent oprecht aan het werken met je campagne, hè? Pies mannetje. Hij heeft gewoon een campagne met deze shit. God nonne je. In ieder geval, dames en heren, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Mijn naam is Mick en ik zeg Mick.